langdradig. En dat omdat ik vind dat er is goed over nagedacht. Je moet een bepaald traject door. Alleen ik vind wel dat ze nog goed moeten gaan kijken van oké, dit is onze opleiding die we aanbieden. En misschien dat ze nog meer kunnen switchen naar dat je per leraar gaat kijken. Want je ziet, niet elke leraar is hetzelfde. Als je ook nu terugdenkt aan je eigen tijd, denk ik ook dat je allemaal verschillende poppetjes in je hoofd ziet. En ik vind dat we daar nogal wat meer mee kunnen. Als kind dan heb ik altijd gezegd, ik wil geen meester of juf worden. Waarom niet? Ik vond eigenlijk van kind af aan dat er al te weinig respect voor was en ook te weinig betaald. Alleen, ik vond met kinderen werken altijd heel tof. Ik doe ook vrijwilligerswerk, ook in Italië gedaan, toen ik een jaartje weg was. Eigenlijk trok dat me altijd. Maar ik had altijd het idee van, nou, met een VWO-achtergrond, ik wil geld gaan verdienen, ik wil de politiek in, ik wil zeg maar iets veranderen. Toen dacht ik van, ja, als je nou echt iets wil veranderen, moet je eigenlijk bij de basis beginnen. Nou, wat is de basis? De basisschool.